voor deze opleiding gekozen omdat ik vroeger op de middelbare school ook al feesten organiseerde. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik al van jongs af aan bezig ben met toneel. Mijn vader zit ook in de evenementensector, dus vandaar dat ik daar interesse voor had. En ik vind het gewoon heel leuk om dingen te regelen. Ik vind het ook echt heel erg leuk om op het toneel te staan. En later ben ik daar ook mee doorgegaan, zodat ik meer ervaringen kon opdoen. Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik vroeger eigenlijk al een beetje bezig was met feestjes geven en dat soort dingen. Sinds de derde van de middelbare school ga ik al naar de open dag hier. En toen in MAVO 4 de vraag kwam van wat zult je later gaan doen, ben ik een beetje op internet rond gaan kijken voor opleidingen die met podium en muziek te maken hebben. En toen ben ik bij ROC Tilburg uitgekomen. Wat me heel erg opviel op deze school is dat de sfeer gewoon heel erg warm is. Omdat je de afdeling kunst, cultuur en media, die werkt ook echt met z'n drieën samen. Dus dan heb je Sound & Vision, evenementen en artiesten. En verder vind ik de sfeer ook heel erg warm. Wat betreft lessen vind ik het heel fijn dat we een hele brede vakkenpakket hebben. Ze hebben hier een breed aanbod aan beeld, licht en geluid. En dat vond ik een leuke combinatie omdat de meeste podiumtechniek opleidingen geen beeld bijleveren. Ik krijg heel veel verschillende lessen over verschillende dingen van evenementenorganisatie. Bijvoorbeeld catering, marketing krijg je een stuk van. Dus zulke dingen vind ik heel leuk. Ik vind de lessen heel erg prettig. De docenten die betrek je heel erg in de les, zodat je je heel veilig voelt. De klassen zijn natuurlijk niet heel erg groot. Ook is de samenwerking tussen artiest en medewerkers evenementenorganisatie zorgt voor een goed geheel van de hele opleiding. Verder is het ook gewoon heel prettig om samen die opdrachten te doen met je klas, omdat je moet elkaar toch beter leren kennen, vooral in het eerste jaar. En tot nu toe vind ik het gewoon heel erg fijn. Ik vind de begeleiding op de opleiding vind ik heel prettig. Qua begeleiding ligt het weer aan de docent, vind ik. Je hebt een coach, ja, dat is een soort mentor voor je. En die doet één keer in de zoveel tijd een individueel gesprek met je, zodat je kan vertellen hoe het gaat, hoe je voortgang is. Omdat ze alle tijd die ze hebben gewoon de moeite erin steken om jou alles te leren van wat je wil weten. De docenten hier zijn ook begaan met je, zodat je altijd je probleem kwijt kan, bijvoorbeeld als je een blessure hebt tijdens dans of je zit niet lekker in je vel en dan kun je dat gewoon vertellen en dan houden ze daar heel erg goed rekening mee. Op het gebied van begeleiding vind ik de opleiding heel leuk, heel fijn ook. Ik heb een hele fijne coach, Molly Sente, en die begeleidt ons ook heel goed. Die helpt ons ook met zaken en ik vind de sfeer op school ook heel vrij en los, ook de relatie tussen docent en leerling. In het eerste jaar hebben wij een periode van 3 maanden ongeveer stage moeten lopen, heel oriënterend. Dat was heel goed bevallen en nu in het tweede jaar ga ik een half jaar fulltime stage lopen bij een bedrijf en ik ben heel benieuwd hoe dat gaat verlopen. Ik vind de stages prima geregeld. Ik heb vorig jaar stage gelopen bij de voorstelling Neo Geintje. Die is gericht voor kinderen in groep 7, 8 tot pubers in de eerste en de tweede van de middelbare school. Ik heb in het eerste jaar in het theater gezeten, Theater Nieuwe Vorst in Tilburg. Heb ik een hele goede stage gehad, heel leerzaam. Dit jaar dan loop ik stage bij de Fontis. Dit is voor een voorstelling voor een derdejaars student. En dat is ook heel erg fijn en ik voel me er heel goed bij. Voor de toekomst wil ik na mijn opleiding waarschijnlijk verder met een hbo-opleiding in dezelfde richting. En ik hoop dat ik later op een heel groot festival mag gaan werken. Dat is wat ik heel graag wil. Ik twijfel nog tussen licht en beeld.
Als ik licht kies, zie ik mij al graag staan op een poppodium. Zoals 013 in Tilburg of Mes in Breda. Ik zie mezelf over een aantal jaar wel in een theater staan. Met misschien wel een zelfgeregisseerd stuk met eigen spelers. En als ik voor beeld kies, dan zie ik mezelf wel liever als cameraman. Misschien voor het journaal in het binnenland of voor ander freelance werk. Verder heb ik ook nog een droom om als zangeres door te gaan. Om daar mijn brood mee te verdienen. Want ik het heel erg leuk vind om te zingen. Dus ja, wie weet. Voor de jongeren die denken om deze opleiding te gaan volgen, wil ik nog even zeggen dat je hier heel goed je creativiteit kwijt kan. Wat ik persoonlijk heel leuk vind. Als je erover na zit te denken om deze opleiding te doen, dan zou ik het zeker aanraden. Vooral als je het leuk vindt om te spelen en op het podium te staan. Auditie doen kan nooit kwaad. Het is ook een hele fijne, prettige auditie. Zo heb ik het in ieder geval ervaren. En zo weet ik ook van meerdere mensen dat ze het zo hebben ervaren. Dus ik zeg doen. Ook is de samenwerking heel leuk. Dus je leert ook heel veel mensen kennen. Wat ik ook heel leuk vind. En als je denkt deze opleiding te gaan volgen, zou ik zeggen gewoon doen. Als je twijfelt over deze opleiding, zou ik het zeker doen. Ik twijfelde in het begin ook. En ik ben het gewoon maar gaan doen. En het is me echt goed bevallen. En ik ben echt blij dat ik nu deze opleiding afmaak.